Hey, samen met Elize geven we jou graag inspiratie voor in de keuken tijdens deze lockdown. En Lou en ik gaan dat eerst en vooral doen met een lekkere hachis parmentier. Denk je de aardappelen? Ja. Ja, oké. Pak jij mesjes in de schuif? Zo. Zo, oh ja. Ik ga een pot pakken. Ja. Doe maar. Doe maar gewoon gelijk als dat je wilt. Ja. Voilà. Een beetje water. Deze stukjes eraf. Dat is best wel leuk, hè? Aardappelen schillen samen. Ja. Daar hebben we anders nooit tijd voor. Nee, nu hebben we wel tijd om dingen te doen waar je nooit tijd voor hebt. Ja. Er zitten al serieus wat patatjes in. Zeg dat. Het gaat vooruit hier, hè? We zijn aan een snel tempo aan het schillen. Ja. Zeg, Lou, die schillen van die patatjes, dat is niet weggegooid, hè? Je kunt die perfect hergebruiken voor chips aan te maken. Of je kunt die gewoon terug op de mesthoop gooien. De composthoop? Ja. Wacht, hè, ik ga zout erin doen. Eerst zout. Voilà, een beetje zout erin. Zo. En extra veel zout. Hoe zout de patatjes? Zet jij de patatjes maar op. Ja. Oké, we gaan de pan warm zetten. Welke boter pak je? Pak maar dat patatenschillertje. Ah, oké. Voilà. Deze? Yes. Perfect. Hoeveel boter? Gewoon flink wat boter, hè. Gehakt. Dat mag een beetje sudderen in de boter. Zo, nu is het heel belangrijk dat de pan warm is. Fijn. En jij mag het gehakt al opensnijden. ik ga wat kruiden pakken. Voilà. Oké, een beetje kruidnagel. Die kruidnagel gaan we daar zelfs terug uithalen. Zo. Terwijl dat de aardappeltjes opstaan, gaan wij het vlees bakken. Ja. Hup. Wauw. Super lekker gehakt. Gemengd gehakt. En dat kan evengoed met runds gehakt, varkens gehakt, kalfs gehakt, gemengd gehakt. We gaan eerst het gehakt op smaak brengen. Ik heb hier... Oké, Lou, wil jij je handjes wassen? Ja. Met een beetje peper en zout. Voilà. Alles goed kneden en goed mengen. Moet daar nog kruiden bij? Ik ga er een eidoortje bij. Ah, oké. Dank je. Voilà. Zo, leg het vlees er maar in. Gewoon erin leggen? Ja. Zo. Allemaal? Yes, al het vlees gaan we nu kleuren. Voilà. En nu ga ik mijn handjes weer wassen. Lou, ga jij het vlees mooi bruin bakken? Ja, hier zet ik. Oké, super. Het is belangrijk dat je dat vlees mooi krokant pakt en goed veel boter erbij, dat dat lekker van smaak is. Nog meer boter. Boter is smaak. We zullen het witlofslaatje al voorbereiden. Ja. Ik heb hier witloof, roodloof. Hier gaan we straks de hachis parmentier in doen. Oké. En hier in deze borden... Gaan we een witloofslaatje doen. Hier gaan we een mooie witloofsla maken. Heel belangrijk is dat als we een witloofsla maken, of eender welke sla, dat we dat goed mengen en dat alles maken mooi verdeeld zit. Nooit van boven kruiden. Vlees aan het bakken. We gaan de groenten ook wassen in mijn favoriete zeef van het Margriet Museum. Zo. Ik ga die heel grof snijden. Mag jij die lostrekken? Voilà. Ja, we mogen eens goed roeren in het vlees, maar dat mag echt goudbruin zijn. Hè. Vlees dat moet krokant gebakken zijn. Ik ga hier een klein beetje olijfolie op doen. Wat moet ik? We mogen een klein beetje peper en zout op de salade doen. Nee, het is heel belangrijk dat als je dat vlees bakt, dat je die stukjes goed fijn doet. De aardappelen zijn aan het koken. Zout en peper zit hierop. Oké. Dan gaan we... De kaas. Ja, doe de kaas maar open. Zo gewoon. Oh, voilà. Zo lekker. Ik ga ondertussen een beetje amandelen in een schaal doen. Zonder vetstof en gewoon mooi krokant goudbruin kleuren. Dan is dat zo lekker gegrild van smaak.
Nee, heel even wachten, maar in kleine stukjes mag je dat wel zo. En ik zo hele kleine stukjes. Mini stukjes erover. Hup. Deze mag je zo. Dat is keileuk. Hoppa. Want dat moet klein zijn. Dat mogen geen grote stukjes zijn. Nee, dat moeten allemaal kleine fijne stukjes zijn. En ook mega belangrijk is dat we zelfs dat vet van de boter eigenlijk. Ja. Mega belangrijk is dat we zelfs de boter goed laten uitlekken. Uh-huh. En alleen het vlees gebruiken voor de hachis parmentier. Oeh, het ruikt hier al echt lekker. Ruikt lekker, hè? Mm. Nu gaan we het vlees allemaal... We gaan het vlees allemaal in de zeef doen. Voilà. Dan moet je zo. Ja. Goed uitschudden. Zo. Deze is het gehakt. Het gehakt is lekker gekleurd. En dan moet jij nu hier over de bodem verdelen. Zo. Alles? Ja, jij mag dat mooi plat doen. Mooi zo. Het is heel belangrijk dat je dat mooi aandrukt. Zo een beetje drukt. Ja. Nee. Voilà, hier, kijk. En wat we nu gaan doen, is ui of shallot of rode ui, wat je in huis hebt, hierover verdelen. Ik heb dat niet mee gebakken, omdat ik dat heel lekker vind dat er nog zoiets half knapperig. Nu gaan we de puree hierop smeren. De puree. Ik denk dat iedereen het er heel lekker uitziet. Ja, dat ziet er lekker uit, hè. Iedereen gaat dat ook vinden. Oh my god, dat is zo satisfying. Broodkruim over, maar we mogen daar zo'n beetje rustig over leggen. Zo? Ja, we hebben hier ook oude kaas. We hebben oude kaas uit Nederland. Nog een beetje? Of niet? Ja, daar mag flink wat over. Okay. Hier hebben we oude kaas, voilà. Maar dat kan ook met oud Brugge, dat kan eigenlijk met elke oude harde kaas. We pakken daar een groot stuk van en we gaan dat raspen. Ah, raspen. Ah. Ja, nog. Okay. Ja, wordt lekker krokant. Stop. Zo? Voilà. En dan gaat de hachis parmentier in de oven ongeveer 20 minuten. En eigenlijk kun je het best in de oog houden totdat hij mooi goudbruin gekarameliseerd is. Hachis parmentier, mega lekker. Maar nu komt het belangrijkste van allemaal. Die lekkere witloofsalade. Beetje olijfolie eronder. Niet te veel fleur de sel. Beetje peper van de molen, lekker op smaak. Goed wat geraste citroen, citroenzesten, lekker, heel fris. En dan de gebrokkelde geitenkaas. Als we één ding momenteel kunnen gebruiken, dan zijn het wel vitamine en gezonde groenten. Je mag daar nog een beetje extra geitenkaas van bovenop doen. Ja. Dat is lekker voor de smaak. Voilà, de salade is klaar. Lekkere roodloof, witloofsalade, citroen. Kaas en nu hachis parmentier. Voilà. Oh, dat ziet er zo lekker uit. Zo, hachis parmentier. Wat hebben we nu allemaal gedaan? Aardappeltjes geschild. We hebben die gekookt met een klein beetje kruidnagel. We hebben de puree gemaakt. Ja. Onderaan het gebakken vlees. Rauwe shallotjes. Broodkruim. De kaas. En dan de salade met citroen, geitenkaas. En als allerlaatste... Amandelen. De amandelen er bovenop.